Welkom allemaal weer bij een nieuwe video. En dit is weer een mooie tackle review over het merk Witshoed. We hebben hier namelijk een stretcher en een stoel. Beide al geruime tijd in gebruik. Dus ik denk dat ik daar wel wat kan over vertellen. Want het mooie is van deze twee producten is dat ze super licht zijn. Deze weegt niks. En die stretcher til je ook zo op. Het gaat hier om beide modellen van de Compact, dus de lichtste en de kleinste uitvoering. De kleinste stoel die ze hebben en de kleinste stretcher die ze hebben. Ik ga ze even neerzetten en dan zullen we ze eens goed bespreken en kijken wat wij ervan vinden en of het wat voor jullie is uiteraard. Want ja, je bent benieuwd naar het product, dus ik ga jullie zo goed mogelijk laten zien hoe dit eruit ziet. Om te beginnen met de stoel. Nou, als jullie eens kunnen zien, twee voorpoten met mooie rubber of met die mooie modderpoten eronder. En de achterkant is eigenlijk een gewone stang, dus die is niet verstelbaar. Nou, prima stoeltje jongens. Ik ga wel heel eerlijk zijn over dit model, wat het al zegt, het is compact. Het is klein, het is eigenlijk een beetje voor de stal kunnen vissen. Ik met mijn 1,80 meter en plusminus 82 kilo zit hier prima op. Koop deze stoel niet als je 100 kilo plus bent, echt niet, want daar is hij te smal voor. We kunnen hier deze randen zien, het is allemaal basic. Het is niet verder afgewerkt, dus je zit hier op die stang. Er zit niet een mooi flapje omheen of wat dan ook. Daarnaast is het een beetje een hangstoel. Dat betekent dus dat je eigenlijk ook een beetje naar achter hangt, daar moet je van houden. En daarnaast, ja, ik ga er gewoon even in zitten voor jullie. En dan kunnen jullie het wel zien. Ja. Het is gewoon echt een chillstoel, jongens. Nou heb ik ook de grotere variant hiervan. En die zit wat hoger, wat rechter met je benen. Dus ben jij een vrij lang persoon en vind je het niet erg om lekker te chillen, prima. Maar deze stoel is naar mijn idee wel gemaakt voor de wat kleinere mensen. Die lekker mobiel willen zijn, niet te veel gesjouw willen hebben aan een stoel. Dus dat is even in het kort deze stoel. Gaan we nu de stretcher erbij pakken. En dan schuiven we deze aan de kant. Ging bijna zoals verwacht. Hopsa. Beetje plek maken. Ook hier hebben we de compact, jongens. Nou, ook al zei, hij weegt letterlijk niks. Je kan alle kanten op met dat ding. Nou, uiteraard eerst gewoon de poot uitklappen. Ook weer van die mooie modderpootjes eronder uiteraard. Het valt me op dat die nog niet vanzelf uitklappen, maar dat kan te maken hebben dat die natuurlijk nog niet 10.000 keer is gebruikt. Nou, het mooie van dit model is de strap die eromheen zit. Klik je los. Ook hier weer even die pootjes eruit. En we gaan een klein stukje naar achter. Want dit model is precies 2 meter. Nou, jullie snappen het, ik ben bij 1,80 pas hier ook precies op. En moet ik zeggen, ik gebruik hem alleen bij dagsessies, dus om lekker te chillen, lekker te relaxen. En ik denk dat het daar ook voor is. Ik denk als je echt dagen wil nachtvissen, moet je een slag groter pakken, want die is ook iets langer en wat breder. Dit is echt de smalste versie, jongens. Ja, kijk, dit is niks als ik ga staan. Maar het grote voordeel, compact, klein, licht. Ja, zeker in de tent die ik gebruik, in de broelie van de Tactical Range, hij sluit het wel super goed op elkaar af natuurlijk dit. Dus wat dat betreft, naar mijn idee een hele fijne stretcher, maar ook weer voor compact gebruik. Af en toe een nachtje misschien, maar voornamelijk ook voor een lekkere dagsessie als je gewoon een lekkere bedje bij wil hebben. En ik zit hier net zo goed op, want hij is echt lekker zacht. En dat is wel fijn. En ik vind het fijn als ik hier kan zitten en hier bijvoorbeeld mijn tacklebox heb liggen. Ik heb nooit tafeltjes bij of wat dan ook. Dus daarvoor is het eigenlijk ook wel ideaal. Gewoon dagsessies. Nou, daarnaast het kussen. Er zit wel lekker foam in. Dus je hoeft niet per se een kussen mee te nemen. Wil je wat hoger liggen met je hoofd? Dan wel uiteraard. Daarnaast ga ik hem even omdraaien. Het hele stiek zit hier in het midden. Dus dat is eigenlijk best wel netjes, moet ik zeggen. Voor de rest, ja, alles is eigenlijk ook gewoon wel netjes afgewerkt. En dat verwacht je eigenlijk ook wel van een merk zoals Witshoed. Ik ga ze nu
even inklappen en dan ga ik jullie gewoon even wat shots laten zien hoe ze eruit zien. En ik denk dat jullie dan wel genoeg informatie hebben gekregen om te kunnen besluiten of je dit nou mooi vindt. Nou wil ik nog wel één ding zeggen wat ik heel belangrijk vind. Ik laat jullie deze producten zien en dit is mijn ervaring, dit is mijn mening hierover. Het is niet gesponsord, geen samenwerking of wat dan ook. Het is gewoon zelf betaald, jongens. Heb ik ook al bij de tent gezegd, maar ja jongens, dit. Als ik ergens tevreden over ben, dan mag je dat best weten. En ja, ik ben nogal een tackle van naad in de vorm van het moet allemaal hetzelfde zijn. Alles is ook bij mij gewoon van dit merk. En ja, het mooiste is als het dan ook nog eens een stoer camo printje komt. Nou jongens, zoals jullie kunnen zien, ja, ik ben niet zo heel groot. Maar als ik met mijn benen omhoog zit, heb ik hier al ruimte tussen. Dus dat laat al zien hoe laag dit stoeltje is. Ja, wat dat betreft voor de rest, echt een chill stoel. En dan mag ik wel bij het vissen, vind ik. Mag best wel relaxed zijn. Mocht je nou wat sneller last van je rug krijgen, pak dan de slag groter. Die heeft ook iets andere poten en die is wat rechter. En die heeft een rugleuning die je kan verstellen. Heeft dit model niet. Goed, dat is een keuze natuurlijk. Dit is basic, simpel. Slaggroot is net wat luxe, zoals het eigenlijk bij alle producten gaat. Zo, en dit was het einde van deze reviews van deze producten. Het wordt weer tijd om nu een hengeltje uit te gooien uiteraard. Nou, mocht je er wat aan hebben, is dat mooi meegenomen. Je hebt kunnen zien wat de producten zijn. Het is toch altijd wel fijn als je het op afstand moet kopen of wil bestellen. Heb je in ieder geval een beetje een beeld kunnen krijgen. Dus we zijn aan het einde van deze video gekomen. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. En dan zeg ik tot de volgende video. Later!